Welkom bij deze podcast Openhartig. Vandaag heb ik de gast Mark Kronenburg en ook hij is geadopteerd en hij is ook actcoach. En alle andere dingen die hij heeft gedaan mag hij zelf vertellen. Welkom Mark. Dank je. Leuk om hier te zijn. Bedankt voor de uitnodiging. Ik zit ook in een heel leuk gezelschap die je al eerder hebt mogen interviewen. Ja. Ja, ik, inderdaad, wat je vertelde, ik ben geadopteerd. Ik heb in het verleden daar, ben ik daar tegenaan gelopen, maar daar gaan we ook wel verder op. Inderdaad, nou ja, wat heb ik allemaal gedaan? Ik ben nu coach en ook trainer, vooral voor bedrijven. En daarvoor ben ik 30 jaar lang techneut geweest. En dat is een hele omslag geweest. Een jaar terug. En dat heeft wel alles te maken ook met mijn adoptieverleden en ook wel te maken met hoe ik daar nu mee omga en hoe ik nu ook in het leven sta. Mm. Dat ik een ommezwaai heb gemaakt daarin. Ja. En die ommezwaai heeft eigenlijk ook nog te maken met non-dualiteit. Ja. En dat is wel een grote overeenkomst naast adoptie, dus Mark en mij, dat we ook de non-duale visie hoe zeg je dat? Aanhangen? Ja, zoiets. Het maakt niet uit hoe we het noemen. Ja. Het is onze levensfilosofie. Druk ik het ook wel eens uit. Ja. En soms aan de eettafel thuis levert dat wel eens hele grappige gesprekken op met pubers. Oh, interessant. Mag je straks ook even vertellen? Ja, maar het is ook meer een beetje prikken af en toe natuurlijk. Oh. En dat, soms levert het ook wel gewoon hele fijne gesprekken op. De non-dualiteit heeft mij inderdaad het laatste setje gegeven om mijn geboortemoeder te gaan opzoeken. Mm. En daarvoor was ik, zoals ik ook eerder ook wel eens met jou over heb gehad, was ik boos. Mm. Vooral boos op mijn geboortemoeder, van wie staat ze eigenlijk in nu af? Mm. Dat was een belemmerende overtuiging die ik heel hard. Kan je nog iets meer over de context vertellen? Want je hebt het natuurlijk aan mij verteld, maar de kijker weet het nog niet. Ik ben gewoon nationaal geadopteerd. Mm-hmm. Mijn geboortemoeder heeft mij, dat is dan in 1969 afgestaan. Mm-hmm. De echte reden daarvan is ook nooit naar boven gekomen. Ik ben daarin terechtgekomen, in een weeshuis terechtgekomen, of in ieder geval in een huis voor... onbezorgde, moet ik anders zeggen. Huis voor, in ieder geval, ik kom even niet op de juiste naam, ik knip het er later wel uit. Ik ben in een tehuis terecht gekomen, vanuit het tehuis ben ik geadopteerd. Toen ik een maand of 4, 5 was. Okay. Redelijk jong. Ja. En ik ben bij een adoptiegezin terechtgekomen en daar heb ik. Een goed leven gehad. Het was heel, heel liefdevol. Maar mijn overtuiging die ik had richting mijn geboortemoeder is wel door hun elke keer ook wel bekrachtigd. Besef ik me ook later pas, op dat moment besef je dat niet. Hè. Op een gegeven moment hebben ze wel eens de vraag gesteld, maar wil je geen kennis maken met je geboortemoeder? Mm. Nou, dan geef ik duidelijk aan, want jullie zijn mijn ouders. En dan voel je een beetje boosheid opkomen van, wie staat zijn eigen kind af? Dat soort uitingen doe je dan ook richting je ouders. En die gingen daar ook bevestigend in mee. Van we zijn je ouders en wie staat zijn kind af? Nou ja, dat werd niet zo heel hard gezegd, maar wel tussen de regels door neem je dat ook wel op. Ja. Dus dat eigenlijk al in de jongere jaren... Er werd die overtuiging al bevestigd. Mm-hmm. En dat is gaan groeien en groeien in mezelf. Toen ik uiteindelijk besloot met de moeder van mijn kinderen om ook zelf kinderen te willen. Mm-hmm. En dat niet heel makkelijk bleek te zijn. Oké. Werd die overtuiging om je staat je eigen kind toch niet af. Mm-hmm. Die werd alleen maar... Opnieuw sterker gevoed. De boosheid werd daarin ook sterker. En die heb ik heel lang gewoon ook niet los kunnen laten. En, best met heel veel mensen er ook wel over gesproken. En,
mensen aangegeven van ja, maar je geboortemoeder had waarschijnlijk ook geen keuze. En et cetera, et cetera. Maar het kwam altijd wel weer de overtuiging van ja, maar ze is later ook volwassen. Ze hebben ook eigen beslissingen kunnen nemen. Mm. Nou ja, vooral dat eigen beslissingen kunnen nemen, ja, daar denken we, denk ik nu anders over. Ja, ja. En ja, vanuit die gedachtegoed, hè, dus ja, dat alles is zoals het is. En iemand neemt eigenlijk niet zelf heel bewust die beslissing. Mm-hmm. Ja, zonder daar echt heel diep op in te gaan hoe dat zit in de non-dualiteit. Vanuit dat besef ja, ben ik wel op een gegeven moment daar anders in gaan staan. Mm-hmm. Ja, mijn moeder heeft dingen meegemaakt. Mm-hmm. En die staat op een bepaalde manier in het leven. Waardoor zij van mening is mij niet op te kunnen voeden. Mm-hmm. En dus heeft gedacht van dat het beter was om af te staan. Mm-hmm. Ja. Ja, als je dat dan op een gegeven moment beseft, en dan voel je ook ineens die boosheid eigenlijk weglopen uit mezelf. Mm-hmm. En toen ben ik op zoek gegaan. En toen was ik echt nieuwsgierig van oké, maar wie is mijn moeder dan? Mm-hmm. En wat voor verbinding hebben we? Hoe kan ik die verbinding voelen? En daar ben ik toen op zoek gegaan. Dat heeft nog wel een paar maanden geduurd. Ja, daar mag je straks over vertellen. Want ik wou eerst nog even een paar stapjes terug. Ja, mag. Je vertelt natuurlijk heel veel, hè. Je vertelde bijvoorbeeld dat ook de overtuiging die je had naar jouw geboortemoeder, dat die eigenlijk ook bevestigd of gevoed werd door je, nee, of ik wou een Nederlandse ouder zeggen, maar in dit geval, wat op zijn ouders zou ik nu even voor de duidelijkheid zeggen. En heb jij hen dat ook kwalijk genomen? Nee. Nog voordat je non-dualiteit... Nee, want dat besef wat ik dus dat ze dat eigenlijk hebben gevoed, het is ook iets recentelijk dat dat weer naar boven komt. Mm. Van, je gaat op een gegeven moment ga je bepaalde dingen wel eens na in jezelf en ook hoe is dat nou gegaan in het verleden. En is inderdaad wel ook later naar boven gekomen van ja, ze hebben dat eigenlijk gewoon mijn gevoel elke keer bevestigd. Mm. Waardoor door dus hè, dat negatieve gevoel in mij gevoed werd. Mm-hmm. En dat hebben ze ook niet bewust gedaan. Nee. Het was, ze ging ook gewoon mee in het gesprek, zoals dat op dat moment was. Mm-hmm. Ik heb me wel een keer een moment herinneren, daar zaten volgens mij met z'n allen op een boot ergens te roeien. Ik weet niet of dat bij de sloot achter was of dat er ergens anders was. Gingen we met een boot ergens heen, gingen we roeien en vissen. En dan kan ik me dat gesprek nog wel herinneren, zo bovenaan. Oh, nou, wat mooi dat je dat zo vindt, werd er dan gezegd. Nou, dat vinden we prettig. Nou, maar werd natuurlijk heel positief ingestoken. Mm-hmm. Maar als je dan later terug gaat, denk ik, ja, is dat wel dat negatieve gevoel daardoor wel gegroeid. Mm-hmm. En wat deed dat onbewust met jou? Als kind was dit, hè? Denk ik, op de in de boot waar je het over hebt. Ja. Dan deed dat met jou, dat negatief gevoel en die boosheid? Hoe uitte zich dat, onder andere? Nou ja, als kind was ik vooral heel zoekende. Zeker op het moment dat ik wat ouder werd, rond 10, 11, 12 jaar, kon ik echt merken dat ik anders was dan de familie waarin ik opgroeide. Wat voor dingen bijvoorbeeld, was je anders? Ik was heel, heel vrij. Hmm. Tenminste, van nature. Ik had weinig remmingen. En uitte dat ook wel. En dat werd natuurlijk wel ook wel soms omarmd. Maar ook wel heel vaak afgeschermd. Zo van, ja, maar midden in de winkelstraat ga je niet gek doen. Dat soort dingen. En op latere leeftijd, als ik bijvoorbeeld voor koos, ja, ik heb nu weer redelijk lange haar, toen had ik gewoon zoiets van, ik wil de tondeuze erover, ik vind het prima. Ja, dan ben je eigenlijk meteen in een hokje gezet, van oké, ja, maar mensen met heel kort haar, bijna glad geschoren, dat zijn bepaalde type mensen. Oh ja, ja. En dat soort gedachten snapte ik nooit. Mm. Als ik met een button oploopte, van wie dan ook, of van doe maar, of wat dan ook. Mm. Ja, maar nu hoor je dan bij die bepaalde groep. Okay, dus dat was redelijk hokjes denken. Ja, dat had ik dus als kind niet. Ik begreep dat ook niet. Mm. Ja, van, ja, maar ik ben gewoon wie ik ben. Mm. En ja,
ik hoor niet in een hokje. Mm-hmm. Ik kon dat dan niet zo vertalen. Voelde je dat als beperkend? Ja, niet zozeer als beperkend, maar vooral als van, ja, ik begrijp het niet. Van, ja, jij zegt dat wel zo, mijn vader of mijn moeder. Maar ik voel dat niet zo. Mm. En ik zie dat niet zo. Van, of ik dan, als ik met een sticker van Ajax opliep, of dat ik dan een hooligan was. dat soort dingen. Ja. Maar dat soort hokjes ben je wel elke keer in geplaatst. En, mm-hmm. ja, dat vond ik altijd wel heel lastig. Om als kind daarmee om te gaan. Mm-hmm. En ja, ik was wel redelijk... ik had gewoon redelijk vrije gedachtes. Mm-hmm. En ja, ouders die dat niet hadden. En dat, mm-hmm. Dat is lastig. Dat kan botsen. Ja, ja, dat kan wel botsen, ja. 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 Had je trouwens nog andere broers of zussen in dat gezin? Ja, ik had ook nog een zus. Mm-hmm. Die is ook geadopteerd. Oké, ook geadopteerd. Ja. Uit hetzelfde thuis? Nee, niet uit hetzelfde thuis. Ook andere achtergrond. Mm-hmm. Uit Nederland wel? Ook nationaal geadopteerd, mm-hmm. ja. Ik ben vanuit 69 ben ik geboren. En in die periode had je nog heel veel nationaal geadopteerd. Mm-hmm. Later is dat veranderd. En jouw zus? Die is uit? Die is uit 68. Oh, oké. Okay. Ja. Dat scheelt heel weinig eigenlijk. Ja, anderhalf jaar. Ja. Nee, moet ik zeggen, nee, 67. December 67. Mm-hmm. En ja, die staat weer heel anders in. Die staat ook heel anders in het leven. Veel meer eigenlijk overeenkomsten met mijn ouders. Oh, wat grappig eigenlijk. Of opvallend. Ja, dat is heel opvallend. Ja. En daardoor ben je natuurlijk als persoon zoals ik ben, ja, wel, voel je wel eens een eenling. Mm. En ja, dat is lastig. Zeker in de opvoeding, maar ook in latere situaties binnen het gezin. Ja, dan is het heel erg zoeken van, ja, van ik wil zijn wie ik zijn. Mm-hmm. Ik wil zijn wie ik ben, mm-hmm. zou ik even juist zeggen. En dat kan gewoon niet altijd. Mm-hmm. En daardoor kreeg je ook vaak het gevoel, omdat het tussen mijn zus en mijn ouders wel veel meer matchte, en veel meer op één lijn zat, dan krijg je veel meer het gevoel van, ja, die kiezen altijd voor dan mijn zus. Mm. En daardoor, zeker vanuit je adoptieverleden, hè, natuurlijk, hè, heb je een bepaald trauma in jezelf. Mm. Zie je wel, ik ben niet goed genoeg. Mm. Dat is zo'n stickertje die je dan zelf gaat opplakken. Mm-hmm. Dat is wel een adoptiedingetje natuurlijk. Heb je dat laatst nog met je zus kunnen bespreken? Nee. Of überhaupt over adoptie met haar kunnen praten? Nou, kijk, we hebben het wel eens over gehad, maar... sowieso het contact tussen mijn zus en mij, dat is niet optimaal. Mm. We staan gewoon allebei heel anders in het leven. Mm. We hebben beide ouders hebben we nu verloren. Ja. Mijn vader is nu bijna een jaar geleden overleden. Dat was de laatste. En ja, sindsdien is het contact eigenlijk minimaal. Om de zaken goed af te ronden, dat gaat goed. Maar echt op persoonlijk niveau raken we elkaar niet meer. Mm. En ja, dat is dan zoals het is. Ik heb elke keer de contact zoeken. Ik heb ook wel geprobeerd, naar mijn mening. En dat zal door de ander waarschijnlijk anders ontvangen zijn. Mm. Waardoor dat contact echt wel dus niet is. Mm. Dus daarom weet mijn zus ook niet van deze stappen. Ja. Maar ik weet wel van mijn zus dat ze deze stappen nooit zal maken. Nou ja. Vanuit iedere uitingen die ze heeft gedaan. En hoe was het overlijden van jouw... ik moet in de microfoon praten. Hoe was het overlijden van je adoptieouders voor jou? Want je vader was vorig jaar en je moeder... Ja, drie jaar daarvoor, dus dat is bijna vier jaar geleden. Ja. Ja. En nu iets meer dan 4 jaar. Was in mei, mijn vader in augustus, dus dat is iets meer. Mm-hmm. En 4 jaar, ja, het zijn toch je ouders. Mm-hmm. En ze hebben je jarenlang opgevoed en je altijd opgevangen. Hè? En, dus het is toch gewoon een gemis. Ja, ja, want je zei ook in het begin dat jij een fijne jeugd hebt gehad. Dus. Tuurlijk. Ja. Zijn er mismatches, maar het heeft niet in de weg gestaan dat ik wel gewoon mogelijkheden kreeg. Mm-hmm. En ik heb... ze hebben liefde gegeven en ik heb altijd eten gehad en ik heb
kunnen leren wat ik wilde leren hè, op dat moment. Dus ja, dat is natuurlijk heel prettig. De liefde heb je wel gevoeld. Ja, die liefde heb ik wel gevoeld. Ja, ja. En zoals zij dat ook konden geven, kijk, dat staat los van hoe ik het wilde ontvangen. Mm-hmm. En daar kunnen zij niks aan veranderen. Mm-hmm. Of hoe jij het kon ontvangen ook, misschien. Ja, of ja. Hoe ik het kon ontvangen, daar zit natuurlijk gewoon een verschil in. Mm-hmm. Het staat los van dat je wel gewoon twee mensen die je lief hebt, die wel, mm-hmm. wel kwijt bent. Ja. En dat was dat is pijnlijk. Mm-hmm. Maar wel, ik merkte wel met afscheid nemen van mijn vader, de periode ervoor ook, doordat ik ook met mijn adoptie ben bezig geweest en mm-hmm. zelf daarin heel erg gegroeid was. Uiteindelijk ook bij mijn vader het adoptiedossier nog heb opgevraagd. Dat was voor mij een hele drempel. Zo. Ja, en ja, dat had wel even moed nodig om dat toch te vragen. Mm. Omdat ik dat eigenlijk natuurlijk al 51 jaar lang heb gezegd van, ik wil niks weten. Mm-hmm. En houd het dossier maar in de kluis. Mm. En toen op een gegeven moment van, ja, maar ik wil het nu wel weten. Zo, ja. En ik weet ook hoe flexibel mijn vader is. En zeker natuurlijk als iemand die in de 80 zit. Ja. Flexibiliteit wordt dan natuurlijk nog minder. Maar hoe reageerde hij dan? Ja, heel positief. Oké. Okay. Ja, jij wilde het altijd niet weten. We pakken het uit de kluis. En mooi. En heb ik ook aangegeven van, ja, ik wil er wat mee doen. Want ik voel die boosheid in me. En dat wil ik niet meer voelen. Mm. En we hebben toen mooie gesprekken gehad. Maar ook in die periode daarvoor hebben we ook gewoon hele fijne gesprekken gehad. Mm. Waardoor ik in die laatste periode mijn vader leefde, een hele andere vader heeft meegemaakt dan mijn zus bijvoorbeeld heeft meegemaakt. Yeah. En waardoor ik in die laatste periode ook heel anders tegen mijn vader ben nagekeken dan mijn zus. Dus we hebben allebei op ook een heel andere manier afscheid genomen. Mm. Mij was echt de cirkel compleet rond. En ik weet ook inderdaad, als je dan kijkt van okay, dit systeem is nu ten einde. Mm-hmm. Nu beide ouders niet meer leven. En voelt het ook gewoon wel als een gemis, maar ook wel dat het goed is. Dat is ook wel mooi gezegd, ja. Zo had ik er nog niet over nagedacht. Dit systeem is nu ten einde. Ja. Ja, het komt er meer natuurlijk ook vanuit het systemisch werk, wat jij natuurlijk ook kent. Ja. En sommige systemen stoppen. Ja. En voor mij is dat systeem van mijn adoptiefamilie voelt als mij klaar. Ja. Omdat het systeem ook heel anders in elkaar zit dan het systeem van mijn geboortefamilie. Maar daarvoor kwam je dus in aanraking met non-dualiteit. Ja. Wil je daar nog wat meer over vertellen? Ja, nou, ik was dus wel al bezig met mijn adoptieverleden en ik merkte dat ik daar wat mee moest doen. Het was boosheid. En toen ook nog boosheid richting mijn geboorte, adoptievader. Mm-hmm. En ja, dat raakte mijzelf en ik zat er zelf mee in de knoop. Nou, toen ben ik met een adoptiecoach in aanraking gekomen, die ook in deze stoel heeft gezeten, Maarten van Swieten. Mm-hmm. Daar heb ik hele mooie gesprekken mee gevoerd en verdiepingen gedaan. Uiteindelijk heeft dat veel voorwerk ook geleverd. Mm-hmm. Ik kreeg van mijn partner het boek Non-dualiteit voor Managers. Ik was ook weer op zoek naar een nieuwe baan. En altijd als projectmanager aan de slag geweest of als manager. Ja. En daar ben ik gaan lezen. Toen ben ik gewoon heel anders naar dingen tegenaan gaan kijken. Sprak je zo aan? Ja, wat sprak me zo aan? Wat uiteindelijk bij mij de trigger was vanuit het boek van Paul, was echt van dat ons onbewust brein zoveel sneller is dan ons bewuste brein. Mm-hmm. De exacte getallen kunnen we wel noemen, maar het doet er eigenlijk niet zoveel toe. Want dat, uiteindelijk heb ik dat toen in een mailtje aan Paul gevraagd en toen dat eigenlijk ook terugkreeg, ook in getallen, denk ik van ja,
we hebben ook geen invloed op keuzes die we maken. Die worden eigenlijk al gewoon in onszelf gemaakt. Mm-hmm. Uiteindelijk maak je achteraf er een verhaaltje bij. Mm-hmm. En dat was voor mij de ommekeer. Om dat te weten en ook binnen het adoptieverhaal van mijn adoptieproces. Ik ja, mijn moeder heeft ook gewoon dat onbewust zo gevoeld. Mm-hmm. Ja, en als je dat weet, dan kan je niet anders dan niet meer boos zijn. Mm-hmm. In ieder geval in mijn geval. Ja. Ja. Mm-hmm. En ja, vanuit dat niet meer boos zijn, ja, dan voelde je zo'n... Ja, voelde je jezelf helemaal open gaan en zeggen ja, nu wil ik die verbinding voelen. Mm-hmm. En tegelijk kon je misschien ook juist begrijpen van jezelf dat jij die periode voor wel boos was geweest. Ja, nou ja, begrijpen. Je gaat er anders tegenaan kijken. Ja. Van ja, oké, van dat hoorde zo bij die situatie. Ja. Met de informatie die ik toen had, kon ik niet anders dan boos zijn. Mm-hmm. Dat was zo in die... Ja, programmering is niet helemaal, maar dat was het gewoon op dat moment. En het is ook niet dat ik me dat zelf heb verweten op dat moment. Het was echt in ene, die 180 graden om, daarin dat verhaal. Ik kon het alles wat ik daarvoor ook geleerd aan persoonlijke groei en ontwikkeling, viel op dat moment op zijn plaats. Wat mooi, ja. Ja. En toen ben je dus gaan zoeken. En toen ben ik gaan zoeken. En heb je gevonden wat je zocht? Niet direct. Mm-hmm. Natuurlijk is een heel ander verhaal. Mm-hmm. Uiteindelijk, ook in overleg met Maarten, zeg van, het Fion kan daar als organisatie mee helpen. Mm-hmm. Die heb ik daar ingeschakeld, informatie verstrekt en die zijn gaan zoeken voor mij. Ook het is voor mij een trauma geweest, maar natuurlijk voor mijn adoptiemoeder, voor mijn geboortemoeder is het ook een trauma geweest. Zeker. Dus om bij wijze van spreken op te zoeken, ze woont hier, ik ga naar de voordeur en ik ga aanbellen, dat is niet aan te raden. Dus ik heb dat via de stichting het Film heb ik dat ingekregen. Nou, dat is een heel proces. En er wordt eerst een brief gestuurd, eerst iemand op zoek naar u. Mm-hmm. Nou, elke keer wordt die brief wat concreter. Mm-hmm. Totdat, daar kwam geen reactie op die brief. Mm-hmm. Nou, het is altijd van, omdat ik die opdracht heb gegeven, maar wel oude markt van controle. Zat er nog wel in controle willen hebben. Dus regelmatig vragen van, hey, is er al een reactie? Van, of het gevoel hebben van, ik wil dat ze gaan reageren. Mm-hmm. Ik wil actie. Dan moest ik mezelf nog wel in bedwingen. Maar er kwam dus geen reactie. Toen is er als laatste stap, doen ze dan binnen het film een brief aangetekend versturen, ook op naam. Heb ik ook zelf een brief bijgeschreven. Mm-hmm. Die is ook meegegaan. Mm-hmm. Ja, en die kwam terug. Zo. Oh. Hoe was dat voor jou? In eerste instantie. Dan woont ze dus niet daar waar jullie dachten dat ze woonden. Mm-hmm. Ik had zelf natuurlijk ook een beetje onderzoek gedaan. Ik had zelf, omdat Nationaal natuurlijk is, ook gezocht op de namen. Ja, en dan kom je natuurlijk op de social media vergelijkbare namen tegen. Mm-hmm. Dus ik had een heel ander beeld van wie mijn moeder zou moeten zijn dan het film had. Ah ja. Dus dat had ik zoiets nog meer zo eigenlijk bevestigen. Nou, zie je wel, het is toch die andere vrouw. Mm. Nou, die was het dus ook niet. Mm. Dan loopt in eerste instantie het film vast. Mm-hmm. En dan vraag je van, oké, dan kunnen we verder zoeken in de... documenten van oké, wie familie is van je moeder en dit zijn ze die gaan aanschrijven. Mm-hmm. Ja, en toen is er redelijk snel reactie gekomen van mijn oom. Die toen aangegeven ook richting het Fion dat mijn moeder toen die tijd al 19 jaar geleden was overleden. Ja, heftig.
Ja, ik voel weer die emotie van toen, toen ik dat hoorde. Ja. Zo. Welke emoties zijn dat? Ja, dat was wel gewoon enorme verdriet. Mm-hmm. Ik ken het nog heel goed herinneren. Het film belde mij, ik zat boven te werken. Want inmiddels had ik al wat andere keuzes gemaakt qua werk. Mm. Ze vertelde het verhaal zo. Nou, je oom heeft gereageerd. Mm. Je moeder is overleden, maar je familie wil je wel heel graag ontmoeten. Mm. Dus dat voelde wel heel fijn. Dus eigenlijk in dat gesprek ben ik daar meteen op doorgegaan. Mm. En dus eigenlijk heel zakelijk dat gesprek gevoerd. Totdat ik het verhaal vertelde aan mijn vrouw. En toen brak ik. Yeah. Ja. Dat was natuurlijk heel emotioneel. Mm. Wil je zo graag iemand ontmoeten, die verbinding voelen. En kijken van wat er dan is. Mm-hmm. En is dat in levende lijven niet meer mogelijk? Mm-hmm. Ja, dat was schakelen. Zo. Ja. En hoe deed je dat schakelen dan? Ja, dat ging toch wel ook al automatisch. Het verdriet, dat moest eruit. Mm-hmm. En toen dat eruit was, was het wel meteen heel mooi om te weten en ook echt te voelen van dat de rest van de familie, dus haar broers en zussen, wisten van mijn bestaan allemaal af. Dat is wel bijzonder eigenlijk, toch? En dat ik ook meer dan welkom was in de familie. Dat iedereen eigenlijk gewoon ook nog steeds een beetje op zoek waren naar mij, maar de stappen niet wisten te nemen of niet durfden te nemen. Mm-hmm. Ja, en dan ga je daar uiteindelijk dat proces in. Hmm. Dat is natuurlijk ook een heel mooi proces. Ja, want toen ging je die mensen allemaal ontmoeten. Ja. Je biologische familie. Ja. Hoe is dat gegaan? Ja, dat is heel mooi gegaan. toen de eerste ontmoeting, ging ik een training geven in Schagen. Mijn oom woonde in Alkmaar, dus ging daarna naar Alkmaar. En daar zaten mijn oom en twee tantes, een ander oom die kon er niet bij zijn, omdat met corona nog lastig jaar. Zat in die periode. En hij heel belangrijk vond eerst gevaccineerd te zijn voordat hij weer in contact kwam met mensen. Dus ik zat daar met twee tantes en één oom. Ja, en dat was gewoon thuiskomen. Echt? Ja. Dat was echt. Waar merkte je dat aan? Zo bijzonder om gewoon bij mensen te komen en je bij iedereen afzonderlijk karaktereigenschap van jezelf te herkennen. De een was heel creatief, ander is ook coach geweest, de ander is opleider. En ik vind, maar dat zijn ook dingen waar ik nu zelf ook allemaal mee bezig ben. En een tante die is ook heel erg, niet zozeer met non-dualisme, maar wel met zaken die er tegenaan hangen, bezig. En al dat soort dingen vind je terug in je familie. Hmm. En dan ook uiterlijkheden die je dan ook terugziet, is natuurlijk ook heel grappig. Ja, dat lijkt me ook heel leuk. Ja. En, ik wist nog, voordat ik mijn familie ging ontmoeten, dat ik op Facebook heb gekeken, foto's, misschien zag ik ook nog foto's van mijn moeder. Dat was ik eigenlijk een beetje naar op zoek. Mm-hmm. En ik zag een foto van een van mijn tantes samen met mijn moeder. En ik wist meteen, dat is mijn moeder. Dus je leek ook heel erg paar. Ja. Hadden zij ook fotoboeken? Ja, ze hadden fotoboeken mee. En dus ik heb foto's meegekregen. Ik heb later ook nog weer een fotoboekje gekregen van mijn andere oom. Ja, dus dat is heel mooi om te zien. Hoe oud was zij eigenlijk toen ze overleed? 57. Oké. Okay. Of zou bijna 57 worden. Even kijken, want ze is van 31 december. Dus ze is op 12 december overleden daarvoor. Dus dat zou 57 worden als ik het goed zeg. Dus ze was eigenlijk niet super jong toen ze jou kreeg? Nee. En terwijl dat verhaal wel in mij leefde. Ja. Ja, bij mij was of dat ik het zelf zo vertaald heb, of dat het zo verteld is. Mm. Dat laat ik even in het midden. Want die gesprekken kan ik ook niet meer zo herinneren. Maar van je moeder is 16 en die heeft je moeten afstaan. Omdat het binnen het geloof niet wenselijk is, een ongehuwde moeder.
Dus dat was het beeld wat ik had. Maar dat mm-hmm. was dus helemaal niet het beeld. Nee. Nee. Dat blijkt dan. Ja. Vond je dat ook ja, lastig misschien? Of juist? Nee, ik vond het niet lastig. Maar het meer zo van, ja, het is toch anders dan verteld wordt. Ja. En het is natuurlijk met heel veel dingen in het leven. Alles is... Ja. Anders dan de mensen aannemen. Maar je was op dat moment natuurlijk vooral nieuwsgierig, hè? Dat zei je, ja. Dat schreef jij ook in de mail. Ja. Ik ben gewoon echt heel veel nieuwsgierigheid. Dus ik weet heel veel informatie en alle informatie die naar boven kwam was gewoon goed. En ik had nergens een oordeel van, oh, zien we altijd, het is anders. Anderen hebben het niet goed verteld of bewust of nee. Alle informatie die ik kreeg was welkom en vond ik mooi en absorbeerde ik. Mm. Eigenlijk nog steeds. Ja, wat vertelde ze over haar? Een stokje water. Ja, nee, maar nou, ik neem ook even water weer. Wat vertelde je familie over haar? Wat voor vrouw was ze? Was ze ook creatief? Voelt? Want jij bent met gedichten bezig. Mijn moeder was vooral ondernemend. Mm. En, dus dat ondernemende heb ik wel van haar. Want ze was alleen niet zo succesvol in alle ondernemingen en zaken die ze opstartte. Dus dat was wel lastig. Ze heeft wel een zwaar leven gehad. Mm. En ze heeft ook daarin meerdere relaties gehad. En, nou ja, de laatste relatie die ze had, was dan in België. Ze heeft dus de laatste jaren in België gewoond. Vandaar dat het Fion ook niet aan de juiste informatie kon komen. Uiteindelijk is vanuit België, denk ik, toen de tijd nooit de terugkoppeling gekomen dat mijn moeder was overleden. Jo, ja. Mm-hmm. En, want ik stipte het al even aan net. Je schrijft dus gedichten ook over adoptie. Ja. Doe je dat ook nu sinds een jaar of was dat al eerder? Nou, mijn gedichten, die schrijf ik denk ik al sinds een jaar of nou 10 nu denk ik inmiddels. Zo. Mijn hele persoonlijke ontwikkeling is eigenlijk op een gegeven moment mijn verdieping daarin gestart met schrijven. Ik merkte op een gegeven moment mijn hoofd zat vol. Merkte het en alles en dat moest eruit. Nou, toen ben ik eerst verhalen gaan schrijven, gewoon over dingen die ik heb meegemaakt. Maar ook gewoon fictie, gewoon verzinsels en alle genres, zeg maar. Van soms sappig niet, tot de 18 plus. Ik heb gewoon echt alles geschreven. Leuk, en dat vond ik ook heel leuk om te schrijven. Taaltechnisch misschien niet altijd heel juist. Ik ben geen taalvirtuoos, maar ik kan wel leuk spelen met woorden. En uiteindelijk vanuit die verhaal schrijven ben ik ook gedichten gaan schrijven. En ik denk dat ik inmiddels heel veel gedichten heb geschreven. En laatste tijd wel wat minder, omdat ik het ook gewoon heel druk heb met andere zaken. Er is echt een periode geweest, schreef ik gewoon 2, 3, 4 gedichten per dag. Zo, maar ben je ook anders gaan dichten sinds je... haar heb gevonden, wilde ik zeggen, maar je hebt haar natuurlijk niet ontmoet. Maar... Ja, ik heb haar niet ontmoet. In een van mijn gedichten sluit ik af van, ik heb haar gevonden, verloren, maar toch ben ik herboren. Ja. Die is mooi. Ja. Ik heb haar wel gevonden, natuurlijk heb ik haar als persoon wel verloren, maar ik heb ook heel veel voor teruggekregen. Mm. En, ja, natuurlijk ben je daarin anders ook wel anders gaan dichten. Nog meer alleen maar vanuit mijn gevoel. In het begin kon ik nog wel eens echt gedichten gaan bedenken. Om het zo maar even te zeggen. Ja. Dan zocht je bepaalde woorden en dan ging je gewoon vanuit daar een gedicht bedenken. In hoeverre dat natuurlijk kan. Maar ja, tegenwoordig is het gewoon echt veel meer gewoon vanuit het gevoel van wat naar boven komt. En er kan heel iets kleins als aanleiding zijn. Bijvoorbeeld, even een gedicht die jou ook een keer gedeeld hebt, die toen vertaald van, oké, ik ben. En op een gegeven moment kwam dat, gewoon dat zinnetje, ik ben mijn adoptie, kwam naar boven. En vanuit daar ben ik toen andere dingen gaan schrijven met heel veel ik ben daarin. Maar ook toen ik op vakantie was, afgelopen periode, ben ik langs de woonhuizen van mijn moeder gegaan in België. En toen kwamen we daarna op een camping en toen liet ik dat even in me inzakken. En toen kwam er
een vlinder op me zitten. En dan denk ik van, ja, hé hey man, weet je, dan kom je heel spontaan uit. Ah, mooi. Ja, en dan is dat ook weer eigenlijk vanuit dat wat je dan meemaakt, maak je dan gewoon maak je een gedicht. Ja. En zo ontstaat het gedicht ontstaan nu meer dan in het verleden. In het verleden was het nog wel zoeken. Ja. En nu is het meer ontstaan. Ja. Mooie parallel ook. Omdat je ook net vertelde, hè, ik vroeg aan jou op wat voor manier uiten die negatieve gevoelens en de boosheid zich bij jou. En zei ja, ik was heel erg zoekende. Ja. En dat zie je inderdaad ook op die manier van schrijven die je had. Die ik had. En ja, nu is het echt gewoon veel meer mijn gevoel. Ik wil niet zeggen dat mijn gedicht uit het verleden niet mijn gevoel was. Want het was ook, denk ik, zeker wel voor 70-80% ook wel vanuit mijn gevoel geschreven. Ooit wel de... ik ga ooit een dichtbundel uitbrengen en die gaat dan heten De Chronieken van een Gevoel. Dat moet ik nog steeds een keer gaan doen. Dat is ook wel grappig omdat jij Kronenburg heet. Ja, ja het is natuurlijk ook daarin die overeenkomst. Maar het is ook echt een verhaal van mijn gevoel. Als ik echt al mijn gedichten achter elkaar zou gaan zetten, dan zie je echt wel de ontwikkeling van mij als persoon ook daarin. En ja, dus dan is het ook wel gewoon echt ook wel het verhaal van mijn gevoel. Wauw. Ja. Had zij nog andere kinderen gekregen? Nee. Ik ben haar enig kind. Dus, en ook het eerste kind gewoon binnen die hele familie. Oh, joh. Dus ik ben eigenlijk ook de oudste van alle neven en nichten. Heb je die ook al ontmoet? Neven en nichten? Ik heb twee neven ontmoet vanuit mijn oudste oom. Die nam ook zelf initiatief meteen. Lijk je op hen? Ja. Ja, het zijn, ondanks natuurlijk andere ouders heb, zijn er wel heel veel overeenkomsten. De familie is echt gezegend met heel veel krullen. Die hebben ook krullen dus. Ja, ja. En, oh, wat grappig, ja. Heel lang, om er even een voorbeeld te geven hoe je leven ook kan veranderen, heb ik mijn krullen verafschuwd. Oh, echt? Ja. Wauw. En dat ze mogen er nu zijn. Ja. Ja. Ik heb ook heel lang, heel kort haar en moest altijd heel strak geregeld zijn. Ja. En, is nu niet meer zoals je kan zien. Nee. En nu is het gewoon, laat maar staan zoals het is. Hey, en je had het net ook over dat je op een gegeven moment zelf kinderen wilde. Ja. Want hoe heb jij het ervaren om überhaupt een kinderwens te voelen? Nou, in mijn eerste relatie was die er niet. Maar ook meer dat het eigenlijk vanuit mijn vriendin ook toen zo gevoed werd van ja, die had geen kinderwens. Het was heel erg ook in die periode nog voor het non-dualisme en voor mijn persoonlijke verdieping meegaan met anderen. En daarin de zoeken van eigenlijk van wat de ander wil, dan wil ik dat ook. Ja, ja. En dat heb ik natuurlijk tijdens mijn jeugd ook gedaan. Het is een soort overlevingsstrategie geweest. Ja, aanpassen zijn wij ster in natuurlijk. Hè? Ja. Dat is echt een... Ja. Een overlevingsmechanisme die wij als geadopteerden natuurlijk automatisch aanroepen. Ja. En dat deed ik in mijn relaties ook. Ja. Dus ook in mijn eerste relatie. Daar was dus geen kinderwens. Daar was geen kinderwens, dus ik had ook geen kinderwens. Ja, ja. Toen ging die relatie over. Ja, en toen voelde ik die kinderwens in mijzelf opkomen zonder dat ik een relatie om me heen had. Dus voor mij was het meteen eigenlijk als ware een vereiste, als ik een relatie aanga, is het met iemand die ook een kinderwens heeft. Ja. Die relatie is er gekomen, die kinderen zijn uiteindelijk ook gekomen. Onze hormonen matcht niet helemaal, zeg maar. Ene spermacel zocht de eicel niet op. Het was niet echt een lichamelijke dysfunctionaliteit bij beide, maar toch kwamen echt de kinderen. Ja. En ja, dat is wel heel lastig. Ja. Als je die allebei die kinderwens hebt.
Het heeft bij ons wel lang geduurd voordat we ook het proces van het ziekenhuis hebben opgezocht. En uiteindelijk heb ik dat wel gedaan. Mm. Omdat we wel heel graag kinderen wilden. Ja. Zat er bij jou ook iets van, ik wil iets wat ook op mij lijkt of mijn bloed is? Ja, maar dat zeg ik nu. Toen was je er niet op die manier mee bezig? Toen was ik dat niet op die manier, maar nu als ik gewoon kijk vanuit wie ik nu ben, naar van hoe ik toen was, herken ik wel het gevoel van, iets van mezelf. Mm. Dus iets dat ik kan doorgeven. Ja. Ja, dat was wel aanwezig. Mm. Het is wel gewoon hoe ik er nu naar kijk, 20 jaar wijzer. Want hoe oud zijn je kinderen nu? Hoeveel kinderen heb je? Ik heb 2 kinderen. Mm-hmm. Een dochter van 14 en een zoontje van 11. Dus dat wel heel bijzonder aan is dat we qua geboorte waren er 2 zoons. Dus ik heb daar mijn dochter is genderdysforisch nog, om even dat zo, dat zit in deze fase nog, dat is even het juiste woord. Mm-hmm. Dus maar ik heb, voor mij is dat heel duidelijk nu, gewoon ik heb een dochter en een zoon. Yeah. En dat is natuurlijk wel, denk ik, heel belangrijk deel ook weer daarin was van, je mag zijn wie je bent. Mm-hmm. En dat was voor mij in mijn jeugd wel in zoeken. Dat is voor mij dus wel heel sterk richting mijn kinderen aanwezig van, ben alsjeblieft wie je bent. En dat is wel heel belangrijk in het geheel. Maar dat is eigenlijk ook wel extra mooi dat zij, kan ik dan zeggen nu, dat zij dus bij jullie is ontvangen, noem ik het nu maar. Ja, ja. Dat is echt ontvangen. Ja. Uiteindelijk de zwangerschap is niet spontaan samen, maar eigenlijk met een klein beetje hulp van het ziekenhuis. IUI. Ik ga die afkorting uitspreken, dat lukt me niet, maar dus op die manier is dus mijn dochter gekomen. Ja. En uiteindelijk was voor mijn zoontje hebben we ook wat stappen moeten ondernemen, maar dat is uiteindelijk wel een spontane zwangerschap geworden. Maar het was wel natuurlijk voor beide kinderen wel, we hebben dus veel energie moeten steken, extra energie om de kinderen te krijgen. En dat was natuurlijk, wat ik ook eerder vertelde, voor mij toen ook heel lastig in combinatie met mijn adoptieachtergrond. Mm-hmm. Ja. Wat ging er allemaal door je heen in die periode? Heel veel. Toen je was aan de ene kant heel erg gefocust van willen die kinderen en dat soort zaken. En dan komt ook elke keer wel weer naar boven van iemand heeft mij wel afgestaan. Mm. Die overtuiging weer. Die overtuiging weer en dat begrijp je niet. Mm. En doordat je zelf ook zo bezig bent met die kinderwens, ga je zelf ook afvragen. Zal ik zelf kinderen willen adopteren? Ook nog. Ja. Je weet niet hoe ver het gaat. Ja. Daar was ik wel heel stellig in. Mm-hmm. Om daar te zeggen, dat wil ik niet. Omdat ik gewoon ook zelf heb ervaren hoe groot ook de verschillen kunnen zijn. Ja. Tussen jezelf en je ouders. Mm-hmm. Ondanks er wel liefde is, is er ook een heel groot verschil. Ja. In mijn geval. Mm-hmm. En dat was voor mij wel de aanleiding om te zeggen, ik ga geen kinderen adopteren. Mm-hmm. Dat je, dat verschil was voor mij een hele strijd. En zo'n strijd gun je een ander niet. Ja. Dus uiteindelijk heb ik nu gewoon 2 hele leuke kinderen. Ja. En dat is gewoon heel fijn. Ja. Door de scheiding zie ik ze niet heel veel, maar Wanneer ben je gescheiden? Zelfs als zijn gescheiden, van mijn jongste was 1. Oh, zo ja. Dus toen was er eigenlijk al na een jaar, of een jaar na de tweede, was er al een scheiding. Ja. Zo. Maar dat doet dan met jou ook weer iets, omdat je misschien door de adoptie nog weer extra... Ik merkte toch wel dat ik gewoon ook
in die relatie was ik zelf ook nog steeds zoekende. Mm. Ik was nog steeds mezelf niet. Mm. Zoals ik nu dan mezelf ben. Ik moet nu denken aan een verhaal wat ik ooit las, dat ze met dieren onderzoek hadden gedaan die ze dan uit hun eigen habitat hadden gehaald. Waar heb ik dat nou gelezen, joh? Dat ze dan dus heel snel sterven eigenlijk. Ja, weet je dat ook bij oude mensen. Als ze die eigenlijk 80 jaar lang in een bepaalde woning hebben gewoond. Mm. En ze moeten dan naar een verzorgingshuis. Mm. Hè, als het echt op dat randje zit, dat ze dat dan ook is het klaar. Vaak niet... Ja. Dus het is niet alleen inderdaad bij dieren, maar ook bij mensen. Ja. Ja. Als je heel erg van dat wat bij jou hoort afgaat. Dan kost je dat zoveel energie. Ja. Dat inderdaad, dat kan leiden tot een overlijden. Mm-hmm. Zeker maar, hè, als je wat ouder bent, heb je niet meer zoveel energie. Mm-hmm. Want als je jong bent, dan is natuurlijk die veerkracht er. En dan pas je dus aan, dan krijg je wat jij net noemde, een overlevingsstrategie. Ja. Maar dan ben je dus, ik noemde ook even niet jezelf. Ja. Klopt, dan ben je niet jezelf. Ja. Niet je natuurlijke ook, zelf, ja. Ik merk nu ook gewoon dat ik gewoon zelf gewoon weer veel meer energie heb. Mm. Ik ben wel heel energiek vanuit mezelf. En dat was ik vroeger ook wel, maar qua geestelijke energie niet. Mm. Ik heb vroeger heel veel gesport tegen topsportniveau aan. Dat maakt voor de rest allemaal niet uit. Maar dus het is niet alleen de lichamelijke energie, maar vooral de geestelijke energie. Mm. Die had ik toen die periode. Mm. Ik was niet zo geestelijk of psychologisch flexibel, zoals ik in echt noem. Dan als ik dat nu ben. En nu kan ik daarin veel makkelijker schakelen. En nu ben ik alleen weer wat ouder, dat de lichamelijke energie wat anders is. Maar ja, dat. Dat is een heel proces. Een bijzonder verhaal heb je, hoor. Ja, vind ik. Dank je. Ja. En zou je nog misschien iets kunnen vertellen aan de luisteraar of kijker, op wat voor manier non-dualiteit hen misschien kan helpen bij hun adoptie of het proces? Het proces van zoeken, en dan bedoel ik niet per se fysieke zoektocht, maar misschien meer innerlijke zoektocht, hen kan helpen? Het belangrijkste zit denk ik in het toelaten van... de dingen zijn zoals ze zijn. Mm. Dat was voor mij heel belangrijk. Want daarin zit natuurlijk ook dat stukje acceptatie. Mm. En dingen hadden ook niet anders kunnen lopen dan ze hadden kunnen lopen. Mm. Je hoort genoeg mensen wel zeggen van ja, had ik maar dit gedaan, had ik maar zus gedaan. En dat had ik natuurlijk ook. Mm-hmm. En ook richting mijn adoptieverhaal. Maar daardoor accepteerde ik dus mijn adoptieverleden ook niet volledig. Mm-hmm. Ik heb het nooit weggestopt. Hè. Ik heb, iedereen die ernaar vroeg, vertelde ik het wel. Mm-hmm. Maar uiteindelijk zat er niet volledig de acceptatie in van dat het is zoals het is dat ik geadopteerd ben. Hè. Dus eigenlijk ook geen volledige acceptatie van mezelf. Mm-hmm. En dat is denk ik het belangrijkste wat ik heb kunnen bereiken met het non-dualiteit. Ook de volledige acceptatie van wie ik ben. Mm-hmm. Ja, en dat zou ik denk ik aan iedereen wel gunnen. Mm-hmm. Dat vind ik zelf wel een mooie toevoeging om te zeggen dat, dat het wel belangrijk is dat je dan ook die emoties en gevoelens daarbij mag ervaren. Hè? Want heel vaak denken mensen, dan moet ik alles maar gewoon accepteren en dan is het klaar en dan heb ik nergens meer last van. Maar dat is het natuurlijk niet. Je hebt nog gewoon je gevoelens en je emoties te voorbij komen en die mogen er ook zijn. Juist. Het is wel een actieve manier van accepteren. Hè? Het is niet zo, het is geen berusting. Mm-hmm. Het is echt wel gewoon echt actief accepteren van wie ik ben, hoe ik ben ontstaan, wat ik heb gedaan, hoe ik dingen doe en wat ik doe, dat is allemaal bepaald door het verleden. Ja. En dat verleden kunnen we niet meer terugdraaien. Ja. En dat is wel gewoon heel belangrijk in het hele proces en niet alleen voor geadopteerden, maar eigenlijk voor ieder mens. Ja, er zit in
het accepteren van jezelf. Mm-hmm. Dat is heel belangrijk. Dat je dat eigenlijk volledig kan. Mm-hmm. Het is alleen jammer dat, denk ik, heel veel mensen dat niet volledig kunnen. Mm-hmm. En bij het geadopteren is dat nog even sterker aanwezig. Ja, en dan kun je zelfs ook nog een stapje daarvoor hebben. Volgens mij dat je dus niet altijd alles van jezelf kunt accepteren. En dat je dat dan accepteert. Dat je daar nog niet bent, bijvoorbeeld. Ja. Dat ook kan en mag. Ja, natuurlijk. Ja. Dat kan en mag ook. Ja, dat mag er ook zijn. Dat is dan ook weer onderdeel van je levensweg of je proces of je zoektocht. Ja, en dat is natuurlijk ook vanuit non-dualisme. Wat ik ook in een ander boek las, wat volgens mij hier ook ergens in de schappen staat. Is van, hey, je bent goed zoals je bent. Mm. Alleen sommige mensen beseffen het nog niet. Ja. Ik zei dat laatst tegen iemand, een oude vriendin. En toen ik dat zei, toen brak ze wel. Mm. En maar daar zit natuurlijk heel veel lagen in. Mm-hmm. En inderdaad, precies ook wat jij zegt. Van, ja, accepteer ook van jezelf dat je nog niet daar bent. Mm-hmm. En dat je dat ook weer accepteert. Ja. Dus inderdaad die dubbele laag. Nou, dan kan je dat heel erg verdiepen natuurlijk. Ja. Mm-hmm. Maar het zit echt in het feit van, een mens is goed zoals hij is. Mm-hmm. En nu is het alleen nog het beseffen. Mm-hmm. Dat is eigenlijk nog maar een heel klein stapje. Ja. Met heel veel gevolgen. Ja. Mooi om mee af te sluiten, denk ik. Dankjewel, Mark. Jij ook hartelijk voor dit gesprek.